Ik heb het altijd bizar gevonden dat tijdens het WK voetbal van 2006, toen heeft Frankrijk de wereldtitel verspeeld, omdat Zinedine Zidane, hè, op dat moment de beste voetballer van de wereld, die deelde in de finale een kopstoot uit aan een Italiaan, omdat de Italiaan had gezegd, jouw zus is een hoer. Ja joh. Ja, ik zou er zelf geen problemen mee hebben als mensen tijdens een WK-finale tegen mij zouden zeggen, je zus is een hoer. Ik heb helemaal twee opties, of je zus is helemaal geen hoer. Waar zou je dan druk om maken? Of je zus is inderdaad een hoer. Ja toch, nee. En dan is het geen belediging, dan is het gratis reclame. Ja, zei die jongen. Ja, zei die, maar wat jij het niet realiseert is dat voor moslims is de profeet Mohammed heilig. Ja, jongen. Heilig. Okay, dat vind ik al een beter argument. Maar daartegenover wil ik graag stellen dat ik... Kijk, ik ben een humorist. En voor mij is humor heilig. Voor mij is het heilig dat dit hier een vrijplaats is waar ik alle grappen kan maken die ik maar wil maken. Je humor is voor mij in het leven het enige wat ik echt serieus neem. Ja, voor mij is humor heilig. Dus je zit al heel snel in een soort van Quentin Tarantino-achtige situatie. Ja, toch. Fuck off.